Heren, welkom op de persconferentie na deze spectaculaire wedstrijd tussen KVO Stende en Lierse, geëindigd op 3-2. Het woord is aan de bezoekende trainer voor zijn visie of analyse van deze wedstrijd. Ja, dank u wel. Er zijn bepaalde waardes, bepaalde aspecten in, in de voetbalrij. Als je daar succesvol in wil zijn, moet je die beheersen. Slimmigheid. Maar een bepaalde waarde is, als je niet kan winnen, dan moet je zorgen dat je niet kan verliezen. Of dat je niet verliest. En als wij zo'n belabberde eerste helft spelen, en je blijft gelukkig nog op 0-0. Dan moet je zorgen dat je de tweede helft instapt en zodat je die wedstrijd niet verliest. Zeker als je na 2 minuten in de tweede helft op een hele mooie, comfortabele 1-0 of 0-1 voorsprong komt. Als je dan ziet hoe wij de 1-1 tegenkrijgen, dan is aspect fouten. Zo min mogelijk fouten maken, wordt daar weer niet goed gehanteerd. Het is gewoon een kinderlijke fout van ons die van de keeper in eerste instantie die eruit moet komen. En in tweede instantie een bal die bijna van de achterlijn in de lange hoek verdwijnt. Ja, dat is dus ongelooflijk. Daarna kom je heel goed terug op 1-2. En dan ga je eigenlijk ook weer kinderlijk in de fout. Bij de 2-2. Ja, dan moet je zorgen van, ja oké, er zit misschien niks meer in. Ik moet het niet meer weggeven. En als je dan nog de 3-2 om je oren krijgt. Ja, dan denk ik dat je niet slim genoeg bent. Dat je niet scherp genoeg bent. Dat zijn we denk ik ook de hele wedstrijd niet geweest. En dat je gewoon tekort komt om zo'n wedstrijd over de streep te trekken. Die je eigenlijk niet hoeft te winnen. Maar zeker niet mag verliezen, want dat was niet nodig. Zeker als je 2 keer op voorsprong komt. En daar ben ik wel erg teleurgesteld in. Dat de ploeg in eerste instantie heel slap is begonnen. Het heeft hersteld en op voorsprong is gekomen. 2 keer. Maar het zo kinderlijk weggeeft. Daar heb ik heel veel moeite mee. Te veel individuele fouten. Niet scherp genoeg begonnen. We moeten gewoon vol aan de bak om toch gewoon aan de goede kant van de streep te blijven, dat is duidelijk. En niet denken dat als wij op 70% spelen, dat we het wel redden tegen een ploeg als Oostende, wat gewoon wel vol gas geeft en waar wel wat slimme spelers in rondlopen. Dank u wel. Scherpe analyse, Fred. Wat is uw mening? Ik ben vooral heel trots op mijn spelers, dat ze dit vandaag tot 2 of zelfs 3 keer toe kunnen rechtzetten. We wonen absoluut die 3 punten thuis om. Ik vond ons goed starten aan de wedstrijd. Maar stond goed in de organisatie, zitten goed druk. Lierse moest vaker die lange bal hanteren dan dat ze lief hebben. Maar we waren niet gevaarlijk genoeg in balbezit. In balbezit waren we iets te slogger. Het veld spelen natuurlijk niet tot ons voordeel. Ik denk van Lierse ook niet. En daardoor denk ik dat die eerste helft niet veel zoek was. Maar dan zie je tweede helft, 2 ploegen die vol voor de 3 punten gaan. En dan zie je dat Lierse en Oostende maar niet zo 2 ploegjes zijn uit de middenmoot van eerste klas. Maar ik denk als je de wedstrijd vandaag ziet, dan wil ik het terechtstellen dat die 2 ploegen zeker een meerwaarde zijn voor eerste klas. Maar wat ze op de mat gebracht hebben, tweede helft, vind ik grote klasse van de 2 ploegen. Natuurlijk, tweede helft begin je catastrofaal. Je vraagt van scherpe start zoals in de eerste helft en hier ze starten iets scherper. Maar ik heb mij weken aan een stuk gedijst gauw, maar ik begin er stilletjes aan buiten te komen, dat wij altijd geflikt worden. Want dat mannetje vandaag, dat was in mijn ogen de zwakste schakel op het veld. Of die wedstrijd kost misschien nog iets aantrekkelijker zijn. Trekt hier 4 of 5 keer de kaart, totaal onnodig. Eerste goal, Lierse, wordt bal meegenomen met tand, wordt niet gefloten, doelpunt. Tweede doelpunt van ons is fout op Berezovski, want ik denk dat hij de bal vast heeft. En het is hetzelfde mannetje als tegen Lokeren die onze finale afpakt. En het is hetzelfde mannetje als vorig jaar in de kwartfinale tegen Cerkel die ons ook flikt als vierde scheidsrechter. Dus ik begin dan een beetje buiten te komen. En wij worden altijd maar gestraft en terecht gewezen. Ik denk dat het niet een keer tijd is dat ze ook bepaalde mensen terecht wijzen.
Maar dan zie je twee ploegen die toch rustig blijven en die toch nog een aantrekkelijke wedstrijd brengen. En ik ben heel trots met de mentale weerbaarheid, want na die 1-2 dacht ik van ja, we komen ook twee keer goed weg met dat schot van wat. Een counter die verkeerd uitgespeeld wordt door de Lierse. Komen we terug op 2-2 en dan zie je de power die we nog hebben met toch, zoals Stanley zegt, bepaalde spelers die slim tussen de linies, die nog die metier kunnen in de ploeg brengen, die dan het verschil gaan maken. En dan dat je al bij al nog de 3 punten kunt thuishouden. Dus daar ben ik heel trots op dat we op 3 spelers van het laatst 33 punten nu definitief safe zijn met behoud. Had je dat 8 maanden geleden gezegd, dan staken ze voor een paar jaar weg. Maar daar mogen de jongens heel trots op zijn. En daar ben ik als trainer heel fier op. Dankjewel. Zijn er vragen van mensen van de pers? Ja. Slechte week, weinig getraind, bijna niet getraind. En wat vond je van de prestatie van Jan Jeroen in de spits? Ja, dat ging wel. Heb je invloed van Tony in de scherp? Ja, ik denk dat we het allemaal hebben gezien dat het niet goed was. Niet goed genoeg, maar Dianje was ook niet helemaal goed. Maar er waren meerdere spelers die niet dat brengen wat ze normaal kunnen brengen en moeten brengen. En dan begin ik vooral in de vechtlust, in de strijd. En tuurlijk, we kunnen niet altijd even goed voetballen, maar strijd leveren en vechten. En ik denk slim zijn kan je altijd. Maar dat was dat schoot tekort vandaag. Hoe belangrijk is de rest van de week in de Leuven? Ja, maar dat is heel duidelijk dat die heel belangrijk is. Maar ik denk dat deze wedstrijd ook net zo belangrijk was als we vandaag niet hadden verloren. Waren we een stap dichter bij het behoud geweest. Het zekere behoud. Nou, je weet dat je tegen Leuven weer gewoon voor de volle 3 punten moet gaan. Dus ja, dat, zolang je niet safe bent, is elke wedstrijd belangrijk. Ja,